Nee, Tess, het is eigenlijk krankzinnig als je ziet wat de handbalsport ineens in Nederland voor rol heeft ingenomen. Ja, je merkt wel echt dat het in vogelvlucht een beetje is gegaan. We hebben natuurlijk sinds afgelopen WK ontzettend veel media-aandacht gekregen als sport en ook als meiden zelf natuurlijk. En we krijgen ook heel veel positieve feedback van clubs die zeggen we hebben ontzettend veel nieuwe aanmeldingen. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, dat is krankzinnig. Maar wie had het ooit gedacht? Want ik bedoel, in alle eerlijkheid, handbal stond er ook wel een beetje bekend, een beetje suffe sport. Ja, nou ja, 9 van de 10 mensen als je zei dat je handbal speelde, wisten niet eens wat het was. Ze zeiden, oh, dat is toch met die korven, of dat is toch met dat net in het midden. Bal in een mandje gooien. Ik kreeg gisteren zelfs nog de vraag of het in het water was. Ja, nee, en heel veel mannen zitten er in jullie team. Precies.